Als je deze thuis doet met de uitslag, is hij niet betrouwbaar. Dan is het een Russisch roulette. Waarom? 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 Welkom bij Waarom, waar we vragen de wereld in slingeren die voor jou belangrijk zijn. En deze week vragen we ons af, waarom zijn chlamydia thuistesten onbetrouwbaar? Warning, sommige opnames komen uit het pre-corona-tijdperk. Heb je wel eens gehoord van de SOA-thuistest? Nee. Ja man. Nee, heb ik nog niet gehoord, nee. Ja, een vriendin van mij die had die gedaan. Omdat je dan liever niet naar de dokter wil gaan, dus dan kan je hem beter thuis doen. Meestal ga ik er zelf naartoe als ik dan, stel als ik een SOA zou hebben, zou ik er zelf naartoe gaan. En sommige mensen die durven niet naar een dokter en ook niet naar de GGD, want je zit daar in een wachtruimte met andere mensen. En dan zie je de buurvrouw en denk je, oh hi, you know. Chlamydia is de meest voorkomende SOA in Nederland. Elk jaar raken zo'n 50.000 mensen besmet. Maar ja, waar kan je je nu laten testen? Net zoals je seksleven lag ook het SOA-spreekuur van de GGD een beetje stil. En nog steeds kunnen hier minder mensen terecht dan normaal. Dus kijk je deze video omdat je bang bent dat je zelf chlamydia hebt? Ga dan naar de huisarts. Ook als je niet durft en ook als je het awkward vindt. Oh hi! Gelukkig kun je ook online een test bestellen. En deze test krijg je thuisgestuurd en het werkt een beetje zoals een zwangerschapstest. Waarbij je dus zelf direct de uitslag leest. Dus hop, even googlen, eentje uitkiezen en bestellen maar. Want dan weet je binnen no time of je chlamydia hebt. Toch? Nou, niet helemaal. Hanna, jij weet alles over SOA's en over seks, toch? Ja. Ja, nou, ik heb een aantal testen meegenomen. Allemaal van die SOA-thuistesten die je kan kopen bij drogisterij, gewoon in je straat en zo. Is dat nou een beetje betrouwbaar? Dit is niet betrouwbaar. Oh. Alles wat je thuis uitvoert, dat is niet betrouwbaar. Als je het hebt over een chlamydia-test, moet je dat echt naar een laboratorium opsturen. Oh, maar waarom is dat dan niet betrouwbaar? Dat heeft te maken met dat als je het goed, als je betrouwbaar wilt testen, dan moet er nog een handeling gebeuren. En die handeling die moet in een laboratorium. Er bestaan gewoon nog geen testen, en dat is wetenschappelijk aangetoond, waarbij je zelf thuis die test doet en een betrouwbare uitslag krijgt. Oké, ja, dat wist ik niet. Dan ga ik dat tegen mijn vriendin zeggen. Ja. Stel, je denkt, nou, ik heb geen SOA, weet je wel. Dan ga je lekker iedereen bed in en zo. Dan wil ik weer iets SOA's te verspreiden. Moet je niet hebben natuurlijk. Dit gaat echt een lange middag worden, want ze gaan allemaal niet opnemen. Ik was voorzitter. Goedemiddag. Goedemiddag, met Arike. Op jullie webshop zag ik staan dat jullie de chlamydia thuistest verkopen. Is het eigenlijk wel betrouwbaar, zo'n test? Waarom zou het niet betrouwbaar zijn? Nou, ik ga ervan uit dat het wel goed betrouwbaar is. Ik zag op jullie website staan van ja, het resultaat is even betrouwbaar als dat van een test uitgevoerd in een laboratorium. Ja, dan gaan we daar maar van uit, het laatste, hè? Het verschil is dat een huisarts een dag daarna de uitslag heeft en dat tegen thuistest hem zelf al heeft. Ja, bij zulke vragen kan je echt helaas niet beantwoorden. Op zich zijn dit goede zelftesten, ja. Oké. Een chlamydia-test moet dus echt in een laboratorium gebeuren om een betrouwbare uitslag te krijgen. Laat je een test doen via de huisarts, dan komt hij bijvoorbeeld hier in het lab van het Haags Medisch Centrum terecht. Ja. Inderdaad, jouw urine of je vagina-uitstrijk of je anale uitstrijk, die komen allemaal hier binnen. Oké, dus dat is stap 1? Dat is stap 1. Ja. Vervolgens worden al deze monsters op het apparaat hier getest. En dit apparaat bepaalt daadwerkelijk of je chlamydia of gonoreu aanwezig hebt. Het vermenigvuldigt het genetisch materiaal wat je in zo'n sample kan zitten. Dus als je chlamydia daarin hebt zitten, dan vermenigvuldigt dat genetisch materiaal, wordt heel vaak gekopieerd. Het lijkt ook een soort van supergrote kopieer. Het is een soort van genetische kopieermachine. Wat wij doen is, wij nemen met iedere dag, als wij een nieuwe run, dus nieuwe testen inzetten, dan nemen we verschillende controles mee. Dus om te kijken of het betrouwbaar resultaat krijgt op die dag. Je testen jezelf of je goed test? Ja. Oké. Ja. Hé, maar hier staat nog iets. Oh, dit is grappig. Hè? Dat kan toch helemaal niet? Hier staat, infecties anders dan door seksueel contact, bijvoorbeeld in zwembaden, komen zelden voor, maar kunnen niet worden uitgesloten. Dus eigenlijk staat hier dat je dus SOA kan krijgen van een zwembad. Dat kan echt niet. Hé, maar waarom staat dat hier dan? Nou, dat zwembad is echt belachelijk. Dat kan helemaal niet. Nee, dat kan echt niet. Dat is echt onzin. Nah. Sorry. Dat is toch heel grappig? Echt belachelijk. Ja, zij geven foute informatie en ik vind dat niet grappig. Dit is niet betrouwbaar. Oké. Lekker dan, een onbetrouwbare test en verkeerde informatie. Waardoor het dus zomaar zo zou kunnen zijn dat je geen chlamydia denkt te hebben, maar het toch hebt. Isabelle had chlamydia, maar kwam daar gelukkig nog wel op tijd achter. Ik begon rare dingetjes te voelen. En niet per se dat ik echt pijn had of dat het echt heel erg een aanleiding was. Maar gewoon dat je merkt aan jezelf dat het gewoon niet helemaal is zoals altijd, weet je wel. En jij vertelde mij dat je naar de huisarts bent geweest. Herken je ook de SOA thuistest? Ja. Ja, ik heb er wel nog even aan gedacht. Ja? Ik ging het gewoon googlen. Ik dacht, oh, nou, hè, als ik het gewoon thuis kan bestellen, waarom niet? Maar ja, goed, er was dus nog wel 2 dagen patiëntentijd of volgende dag, zoiets. Ja. En ja, ik vind het toch wel fijner als de dokter zegt ja, dat het gewoon wel bij de dokter is. Ja. Ja, en het is eigenlijk bijzonder dat jij het dus ook voelde, want je kan het dus ook niet voelen. Wat zou dat met je hebben gedaan als jij, stel je was nu onvruchtbaar daardoor geworden? Ja, dat zou ik heel erg vinden, persoonlijk. Een van de eerste dingen die ook door mij ging was, oh shit, weet je, ik wil echt mijn vruchtbaarheid beschermen. Oké, kort samengevat. Thuistesten, waarbij je dus thuis de uitslag kan aflezen, die zijn onbetrouwbaar. Voor chlamydia? Ja. Voor chlamydia, omdat het systeempje waarmee je dat kan doen niet goed werkt, dat is wetenschappelijk bewezen. Ja. Omdat de verpakking geen goede toelichting of advies geeft wat je moet doen als je het hebt. En vergeet ik nog iets, wat is nog meer niet betrouwbaar? Nou, we lazen net dat je chlamydia in het zwembad kan krijgen. Ja, het zwembad. Dat staat ook in meerdere testen. Ja. Nee. Dus dat klopt ook niet. Nee. Wat nu? Dit moet verboden worden. Dit is weggegooid geld, zonde. Het is tijd om ons ongevraagde advies te geven. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor deze onbetrouwbare chlamydia thuistesten? Hey Ben, weet je wat grappig is? Deze, dit zijn allemaal dezelfde. Zie je dat? Care Diagnostica. Maar het wordt dus in andere verschillende winkels verkocht. Deze komt van Care Diagnostica. Die ook. Even kijken, deze. En deze. En die komt dan uit China. Oké, hoeveel testen heb je hier? 6 testen. En 4 daarvan komen dus uit die fabriek in Duitsland, Oostenrijk. En die zijn helemaal hetzelfde? Gewoon precies hetzelfde. Care Diagnostica dus. Ik bel de fabrikant om even te vragen of hun thuistest wel betrouwbaar is. Your system does not duplicate the chlamydia bacteria, but you need that to be 100% sure that the test is working. So my question is, how can it work as well as a laboratorium test? It cannot work the same because it's not the same method. I would say the laboratory test is better. But if you know that laboratorium tests are working better, why are you selling them? Because they are working very good, but it's not the gold standard. It cannot be. This is the general limitation of a rapid test. Yeah, and you can earn a lot of money with it. Another method. Yes. So I have a question about the prescriptions that I found on the packages I bought, and they all four say that you can get chlamydia from the swimming pool. I would. The text is not from me because I'm from faith and not from science. Okay, this I will check. I cannot give you the answer in this case, but I can promise to check. Jullie zijn de inspectie, dus jullie grijpen in als een fabriek zich niet aan de regels houdt, toch? Dus ik vroeg me af, als een fabriek in het buitenland zit, wat kunnen jullie dan doen? Buiten Nederland hebben we eigenlijk gewoon geen bevoegdheden. Wat we dan wel zouden kunnen doen is via ons Europese netwerk onze collega-inspecties inzijnden en vragen of zij maatregelen willen nemen. We horen inderdaad graag wanneer er voorbeelden zijn van testen, van zaken die niet in orde zijn. Dan kunnen we daar ook zelf verder onderzoek naar doen. En daarvoor kun je dan gewoon een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. En het Landelijk Meldpunt Zorg kun je vinden via de website van igj.nl. Een melding doen. Check. Maar daar gaan we natuurlijk niet op wachten. Dus spreek ik af met 2 designers om een protestverpakking te ontwerpen die we gaan opsturen naar de fabriek. We bedenken de eerlijke verpakking waarop staat: We don't care. Ja, yeah, we don't care. Oh, wat leuk! We sturen ook ons ongevraagd advies mee, namelijk: verwijder verkeerde informatie uit de bijsluiter, haal onbetrouwbare testen uit de winkel, investeer in een betrouwbare laboratoriumtest voor thuisgebruik en geef beter advies over wat je moet doen als blijkt dat je chlamydia hebt. We krijgen geen directe reactie van de fabriek, maar we ontvangen wel een mail van een grote Nederlandse verkoper aan wie de brief is doorgestuurd. Ze zeggen het volkomen eens te zijn met het grootste deel van onze aanbevelingen. En dat ze sinds kort een bijlage meesturen die onze aandachtspunten accentueert. Nice, zou je zeggen. Maar ze hebben de thuistesten helaas nog steeds niet uit de winkel gehaald. Check Instagram voor de laatste updates en hopelijk goed nieuws. Jullie bepaalden op stories hoe we deze video gingen eindigen en kozen massaal voor een lied met een huisarts. Nou, hier heb je hem dan. Als mijn ex me belt en ik moet me laten testen, mag ik dan bij jou? Als de fabriek niets doet en ook niet het ministerie, mag ik dan bij jou? Laat je snel bij mij checken, omdat het echt nergens anders kan. Ik stuur het naar het lab toe, hier komt ellende van. Het is overal verkrijgbaar. Mijn advies komt toch naar mij. Kom wanneer je wilt, of zoek een huisarts dichterbij. Dichterbij. Hij kan hem ook gewoon een toontje hoger doen. Oh? Share geen stoa, share wel deze video.